Nee, ja, dat is een uitvinding van de mensen die veel met robots werken. En er heeft iemand gedacht van, we kunnen de rollator ook wel vervangen door een robot. Je kunt hem oproepen. Dus als ik op bed lig en hij staat ergens bij de oplader of ergens anders, hij draait zich om en komt automatisch naar me toe. Nee, we zien dit in eerste instantie echt als een aanvulling van de zorg. Het is nog niet zo dat de Lea echt zorgtaken kan overnemen. Dit is gewoon meer echt een aanvulling en ook de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. Ik kan er foto's mee maken, terwijl wel selfies heb ik ontdekt. Maar ik vond dat wel leuk. Je kunt er brieven mee doen. Je kunt er ook wat je met een gewone met een laptop of een ander kan doen, skypen. Dus met een ander telefoneren. Dat kan allemaal hiermee. Je kan er mailtjes mee versturen. Het is eigenlijk ja, een uitgebreide computer. Want je kunt er veel meer mee. Wat is het verschil met een normale rollator? Nou, die glijd je nog wel een keer uit je hand en daar kun je ook mee vallen. Je hebt heel veel mensen die rollen op een gegeven moment ondersteboven met een rollator. Deze Lea past zich aan u? Ja, maar die is verschrikkelijk zwaar, die krijg je niet ondersteboven. Hij doet ook gewone oefeningen. Dus als je nou nog een beetje kan lopen en een beetje kunt bewegen en zo, dan zit de gymnastiek zit erin. En deze die doet dus, hier heeft hij al een wals en een samba en een Weense wals. Er zit van alles in met de muziek erbij. Wat vinden de gebruikers ervan, de bewoners? Nou ja, mevrouw Baks heeft in ieder geval veel getest, maar we hebben ook een tijdje in de oefenzaal gehad. En nou ja, het trekt wel meteen de aandacht bij heel veel mensen. En ze zijn toch wel enthousiast en benieuwd, goh, wat is dit? Wat is het nou, een rollator? En er zit dan een tablet op. En wat kunnen we hier allemaal mee? Dus ja, mensen zijn in eerste instantie heel enthousiast. En ja, we willen eigenlijk allemaal wel even gebruik maken van Lea om te kijken, is dit wat voor mij? Er zit natuurlijk een prijskaartje aan zo'n loopassistent. Komt die voor meerdere bewoners beschikbaar? Hij is in eerste instantie nou op proef om te kijken wat onze ervaring hierin is. En dan gaan we overleggen inderdaad als we er een kunnen aanschaffen voor mensen. Maar hij is nou in ieder geval bedoeld om bij meerdere mensen even te gebruiken.